Veel tijd om na te genieten van de 2-0 winst in de klassieker heeft Ajax niet gehad. Want zondag staat de altijd beladen uitwedstrijd tegen FC Utrecht op het programma. Voor Erik ten Hag natuurlijk een speciale wedstrijd tegen een team waar hij een maand geleden nog trainer van was. Ik ken inderdaad het team, de spelers, ik ken de meeste stafleden op eentje na. Dus ik kan in hun hoofd kan ik makkelijk in. Maar ja, wat gebruik je wel en wat gebruik je niet? En dat is, dat zijn keuzes. Als trainer van Utrecht wist ten Hag met 1-2 te winnen in Amsterdam. Hij weet dus wat toen het strijdplan was en dat kan nu een voordeel zijn. Ja, wij speelden toen in een iets aangepast systeem. En misschien gaat Utrecht dat zondag wel weer doen. Maar ja, daar kunnen we op inspelen. Maar we zijn nu weer een aantal maanden verder. Beide ploegen hebben zich ontwikkeld. Dus ja, dat is het verleden. En misschien kun je wel punten uithalen. Zowel de ene kant op als de andere kant op. En dus de tekortkomingen of juist sterktes. Maar we zijn, zoals ik al zei, we zijn nu verder. Je zit nu een andere coach bij Ajax. En bij Utrecht is ook een andere coach. Dus ja, het is een totaal andere wedstrijd. En ik leef in het nu. Afgelopen woensdag speelde Utrecht tegen Feyenoord in de Galgenwaard. En iedereen heeft toen kunnen zien hoe slecht het veld erbij lag. En daar heeft Ten Hag rekening mee gehouden in zijn voorbereiding. Vloeiend positiespel in hele kleine ruimtes. Ja, dat kan niet altijd op het veld, omdat het nou eenmaal hobbelt. Dus ja, het tempo gaat daarmee omlaag. En dat zijn van die facetten waar je rekening mee moet houden. Ik hoorde bij Utrecht al zeggen, ja, we hebben nog meer de lange bal gespeeld vanwege dat veld. Maar zoals ik al zei, je moet ook vooral altijd heel erg dicht bij jezelf blijven. Maar op details moet je er natuurlijk wel rekening mee houden. En wat je denk ik altijd moet proberen is dan, als het al een nadeel is, dan moet je zorgen dat het jouw voordeel wordt. De FC Utrecht supporters zijn er niet onbekend dat ze Ajax een warm hart toedragen. Dus is het de vraag hoe Ten Hag zondag wordt ontvangen. Nou ja, laat ik zo zeggen, als ik zie wat voor geweldig publiek Utrecht is, hoe ik dat in de afgelopen 2,5 jaar heb mogen ervaren. De wisselwerking tussen team en publiek altijd heel erg positief was. Waardoor mede daardoor ook Galgenwaard moeilijk was om daar te winnen. Als ik zie hoe ze bijvoorbeeld Van Persie hebben ontvangen afgelopen woensdag. Dat was hartverwarmend. En dat zegt denk ik heel veel over het Utrecht publiek. En ja, verder denk ik, toen ik binnenkwam bij Utrecht. Toen waren ze in het rechte rijtje geëindigd. Stond een selectie die economisch nul waard was. We zijn vierde geworden, we zijn vijfde geworden, we hebben de bekerfinale gespeeld. Utrecht is nu weer zesde. Er staat weer een hele goede basis en een goede structuur in het elftal. En de selectie die is geld waard en heeft vooral ook in de afgelopen jaren heel veel geld opgeleverd. Ja, dus... Kortom, zo is de situatie. En als dat niet wordt gewaardeerd, ja, dan zal ik het moeten accepteren zoals het is. Het lijkt erop dat Ajax Amin Younes kwijtraakt aan Napoli. Daarmee verliest Ten Hag een alternatief voor Justin Kluivert op de linkerflank. En is het afwachten of er een vervanger komt. Ik had liever Younes hier gehouden. Laat dat duidelijk zijn, omdat het heel erg lastig is om in deze periode om nog een aanvaardbare oplossing van buitenaf hier naartoe te krijgen. En als het dat niet is, als die aanvaardbare oplossing niet is, dan moet je vooral ook naar binnen kijken. En nogmaals, dan ben ik nog te kort hier om daar een afgerond oordeel over te hebben. Maar Ajax staat bekend dat ze altijd een hele goede doorstroom hebben. Heel veel talenten. En die aanzetten, die potentie, die heb ik ook bij een aantal spelers ook wel kunnen zien. Die daarachter zitten en op de flank kunnen spelen. Maar of het al goed genoeg is om rol van betekenis te spelen in Ajax 1. Ja, dat zullen we dan de komende periode gaan afwachten.